Beste bewoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Stompwijk en Wassenaar. Welkom met Move met Mira. Wie is Mira? Mira is de voorzitter van Stichting Dans van de Vliet. Jullie trouwens, jullie zien, een stukje van onze zaal. Ik ga vandaag jullie voor de eerste keer, dat is onze eerste editie, van oefeningen dat ik met jullie wil doen. Waarom? Omdat wij bewegen in die tijd toch weinig, merk ik, en heb gewoon beweging nodig. Niet alleen dat, wat zijn de voordelen? Dat je gewoon ook gezellig gaat iets doen. Maakt niet uit, voor jezelf, maar voor iemand anders of samen misschien thuis. We zitten al zoveel thuis, laten we gewoon iets doen samen. We gaan verantwoord doen, dat is een van de dingen dat ik jullie vertel. Pak maar iets, net als een handdoek, maar ik kan ook een fles water naast jou hebben. En natuurlijk een handdoekje, dus let eens op. Never be afraid to show some attitude. Hier gaan we gewoon verder met die motto. Handdoekje. En we gaan beginnen. Zo. Belangrijk. Laten we beginnen met de voeten. Lekker zo, Zuid-Amerikaanse. Word niet meditatiemuziek, word een beetje lekker bewegelijke muziek. Oké, voeten zijn belangrijk, want ze steunen ons en we staan lekker op de grond. Even rekken strekken. Goed de grond blijven voelen. Even de knieën, want daar zijn ook onze scharnierpunten. Lekker. Voel je even gronden. Even goed op de vloer, zodat je goed staat. Als je een beetje voelt dat je moe wordt, maak je de benen een beetje uit elkaar. Dat is ook, verspreid je het gewicht. Gaan we weer. Als je wil, sluit je de handen naar voren. Lekker ga je bewegen ook mee. En ietsje sneller en langzaam. Ik kom natuurlijk uit een hele andere hoek. Dus ik ben geen instructeur sport. Ik ben ex-danser, ex-danseres. Wat doe ik? Dat doe ik al 4 jaar aan die soort van oefeningen voor onze omgeving hier. Heb ik een trouwe groep. En dan doen we die soort van oefeningen altijd 's avonds als de kinderen al slapen. Dus dat hebben we heel lekker. Werk aan onszelf. Blijf maar in squat. Of zogenoemde een plié in het klassieke ballet termijn. Oké, schudden. Ze hebben een beetje al opgewarmd. Je mag het ook van mij lekker op je hele lichaam. Maak hem gewoon een beetje wakker. Ietsje zachtjes zet ik het. Ja, zo is het beter. Even de kuiten. Hebben we net iets gedaan met onze benen, met de voeten. Zijn ze al goed wakker, schudden. Oké, mooi zo. Gaan we proberen iets uit elkaar. Wat we net gedaan hebben, maar even voorzichtig. En beweeg de hoofd ook. Links. Rechts. Links. En hamer. Blijf maar alsjeblieft ademen. Dat kunnen we allemaal. Dus sta maar op in het midden van de kamer. Voorzichtig dat jullie niet iets kapot doen tijdens de oefeningen. Vooral als je gewoon jezelf niet bezeert, is zo goed. Stel je voor dat je denkt, nou, ik ben toch niet zo goed de been. Alsjeblieft, wees voorzichtig. Ik hoop dat hier ook van de verzorgingshuizen
En allemaal mensen die gewoon even voorzichtig boven de 70, 80. Alsjeblieft, pak maar even voorzichtig. Gaan we dat? Oefening op de stoel. Kleine buiging. Hoeft niet te forceren. Beweeg je rug. Zijwaarts, heel, heel belangrijk. We hebben spieren, daardoor zitten, bewegen we bijna nooit. Nou ja, we blijven bewegen dus. Maar bewegen we toch ietsje minder, omdat we thuis zitten, omdat het koud is. Omdat je thuis wil blijven, omdat het lekker warm is. Maar je kan thuis heel goed ook iets verzinnen voor jezelf. Armen. Rekken strekken. Makkelijk, dus je doet zelfs een sjaaltje over je heen en duw een klein beetje. Zo, goed zo. En als je nog wil iets spannen, dan doe je gewoon de voeten van de grond op je tenen. Dat is echt goed te doen zittend. Mooi zo. Wat kunnen we nog hier doen, jongens? We kunnen torsies doen. Dus kijk hoe mooi het is als je pakt. Blijf maar in de goede de tenen houden. En blijf maar. 1, 2, 3, 4 tellen. Adem. Oké, weer een stoeltje pakken. Beetje een torsie doen. Blijven tot 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Mooi zo. Dat is een oefeningetje. Dat we mensen ook op thuis met een stoel kunnen doen. Als we ietsje intensiever kunnen doen, doen we volgende. En weer. Waarom? Dus ga je flexen en terug. Goed. De beste is een beetje evenwichtig houden. Hou je de handen opzij. Goed zo. Laten we dan 8 doen. Laten we met rechts of links tot 8 tellen. Oké. 5, 6, 7, 8. 1. 2, 3, langzaam, 4, 5, 6, 7 en 8. Let op, ik ga nu eventjes in het profiel draaien, zodat jullie kunnen zien. De ene been is gebogen, de andere is flex. Klein beetje, voorzichtig, oké. Laten we dan even aanraken. Goed zo. Tel tot 4. 1, 2. Trek eens goed. Dat is goed voor de kuiten. Goed voor de hamstrings. Heel goed. Oké, ontspannen. Heb je dat gedaan? Gaan we naar het andere been. Evenwicht. Goed bewaren. 1, 2. Ik hoef niet oog, jongens. Ik hoef het nooit oog. We gaan geen auditie doen. Voor Cirque du Soleil, doe maar normaal. Voor je eigen mogelijkheden, volgens mij dat de 5e, 6e, 7e, 8e. En dat hadden we hier, hè? Weet jullie nog? Flex, draaien, profiel. Goed, kantelen de hele lijf. Naar voren. 1, rekken strekken. Goed zo. Yep. En terug. Dat gaan jullie voelen bij jullie kuiten. Schudden. Mooi zo. Stel je voor dat je deze oefening willen met flexje doen. Ook goed zittend. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Als een beetje intensiveren willen, doen we met armen omhoog. Hoppa, deze is 6, 5. 6 en 7, 8. Mooi. Dus aanpassen aan jullie lijf, aan jullie intensiteit. Goed, grote torsies. Armen.
Eerst opwarmen. Adem. Buiten is het grijs, maar binnen maken we onze eigen omgeving leuker. Ja, het is belangrijk dat jullie echt voelen dat in deze dagen, tot aan de lente, dat jullie kunnen en maak hem gewoon gezelliger. Oké, torsie. De tenen tot aan de tenen aan met je vingers. Kijk eens omhoog. Ik blijf tot 4 tellen. 4, 3, 2, 1. Of aftellen. Goed zo, gaan we nog een keertje. Goede torsie. Goed de tenen met de vingers. Raak ze gewoon aan. Goed omhoog kijken. Gaan we. 4, 3, 2, 1. Mooi. Beetje ontspannen. Hoe maken we deze oefening ook op de stoel? Makkelijk. Maak het een beetje open. Niet zo van oog. Heel klein beetje. Zonder forceren. Het is een ietsje kleinere torsie, maar dat geeft niks. Mooi. Gaan we dan opstaan. Gaan we nog een keertje de torsie doen, jongens. Het is goed, want zijn we gewoon stevjes achter de computer. Of wat dan ook je doet, gaan we weer. Tenen, vingers en draai je maar. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Zijn we klaar aan de andere kant? Komt-ie. Tenen, vingers. Omhoog kijken. 1, 2, 3, 4. Goed. Goed. Nou, schudden. En zoals jullie zien, doen we een gecoördineerde beweging. Hoe is dat? Tegenovergestelde arm en been. Gewoon puur even te schudden. Als je wil, mag je ook zo hoor. Maar dat lijkt me niet zo... Ik weet het niet, het is niet zo makkelijke beweging. Een beetje natuurlijk. Als we lopen, lopen we ook zo, hè? Goed zo. Nou, we gaan aan de bar. Waarom aan de bar? Omdat je daar, of de stoel, dat wat jullie thuis hebben. Dat maakt eigenlijk niet uit, want kan je overal steunen. Ik geef ook tegenwoordig van mijn kamer les aan een vriendin. Aangezien dat we niet kunnen een groep oefenen, doen we gewoon gezellig van mijn kamer. En dan doen we gewoon op de grond oefeningen. En ik steun op het bureau van mijn zoon. Oké, jongens, gaan we dan intensiever. 5, 6, 7, 8. Joepie. Plie noemen we dat relevé. Maar dat hoeft niet te maken met de termijnen. Doe je het gewoon zo. Dat is puur ballet de plie, is een termijn, relevé ook. Goed zo. Relevé betekent trouwens omhoog. Hop. En de plie, dus die betekent vouwen. Vouwen, plie, opvouwen. En de relevé omhoog. Maar goed, we gaan geen balletles geven. Maar het is tussendoor. Dat is even iets. Oké, let eens op. Die kost veel meer moeite. Hou je vast op je stoeltje, op je bureau. Goed voor die benen die echt gewend, niet zijn gewend niet aan het uitdraaien. Maar waarom niet hoor? Probeer eens. Dan heb je wel baat. Waarom? Even kijken, dat is onze uitdraai. Maar ik wil ze wel toch ingedraaid hebben, zodat jullie de evenwicht. Oh ja. We kunnen gewoon daar staan, we kunnen van alles doen. Concentreer je. Als je voelt dat je een beetje wiebelt, maakt niet uit. We hebben een lijf en die proberen we te controleren. Dus probeer maar even op de relevé of op de benen op de tenen te staan. Ja, kan. Pak maar. Onze enkels steunen ons. Dus we gaan ze eventjes aandacht geven. Ja, het gaat voelen.
Ik ben zeker dat een zo'n les van een half uurtje gaan jullie wel voelen op jullie kuiten. Laat het maar gaan. 5, 6, 7, 8. Goed zo. En klaar om te ontspannen? Goed voor de kuiten. Kijk eens. Niet moeilijk. Naast de aanrecht. Bij jullie. Het komt zoveel filmpjes, hè, jongens, op internet. Dat je kan van alles voorzien hoe je thuis kan bewegen. Maar dat is een van de veiligste, denk ik. Iets om vast te houden. Nog een keertje. Hoe is dat? 5, 6, 7, 8. Goed zo. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En voor diegenen die willen gewoon even zelfstandig. Niet aan de stoel, niet aan de aanrecht, niet naar het bar. Strek je de armen, jongens. Strek je de armen. Oké, okay. Zo goed te doen. Heel goed te doen. En je bepaalt zelf. Wil je hem groot? Dat kost veel meer energie. Doe maar, ik zou zeggen, doe maar klein. Andere been. Goed. Blijf maar bewegen. Zijn kleine bewegingen, maar zijn goed. 5, 6. Goed zo. 7, 8. Mooi. Tijd om. Weet je jullie nog, deze? Om met je ontspannen. Laat maar gewoon gaan. De voet heel ontspannen. Mooi. Mooi zo. Tijd om met je te ademen. Adem in. Adem uit. Adem in. Voel je gewoon groter worden. Voordat we naar de volgende oefening gaan, gaan we rekken strekken. Maak je lang. Weet jullie nog die beweging? Rechts en links? Ja, helpt enorm. Goed zo. Ga maar door. En nu gaat het nu mensen, gaat het nu voelen. Maak je stabieler. En we gaan naar de ene been. 4 keer blijven we daar. 1, 2, dan kom je zo, kiekeboe 3, 4, en terug in het midden stabiel. Gaan we weer. Gaan we dieper. 1, 2, 3, en 4, mooi zo. Hoe ga je het voelen dat je werkt? Onze spieren, onze bovenbenen zijn sterk. Dat zijn een hele lange spiergroep. Je bepaalt het zelf. Wil je dieper? Hoe dieper je gaat, hoe zwaarder is het. Ik zal jullie aanraden bij deze oefening zelf te bepalen hoe ver. Wil je meer werken? Dat doe je. Oké, lager. 1, 2, 3, 4. Terug. Oké, andere. 1, 2, 3, 4. Oké, mooi. Goed. Weer. Beweeg. Als je wil sneller, mag ook. Mooi. Zoals ik zei, laten we een beetje rekken strekken oefeningen maar voorbereiden. Ook de armen. Neem ze mee. Adem. 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 Oké, andere spier, precies dezelfde oefening, maar naar voren. Adem in. Adem in. Adem in. Adem in. Oké, goed zo. En we gaan verder. De belangrijkste wat we gaan doen vandaag. Dat is zo bewegelijk muziek dat ik roep me hier om een cha-cha-cha te gaan doen. Jongens, bij deze oefening, het is wel aanrecht. Jullie hebben waarschijnlijk ergens aan de tafel of zo. Deze doe maar voorzichtig. Aanrecht, tafel, stoel.
of ergens waar je kan goed leunen. Oké, met de been. Het is ietsje hoger, dus jullie zullen voelen dat hier rekken strekt. Ja, andere keertje, als we verder gaan met de volgende edities met Move met Mira, ga ik jullie ook oefeningen op de grond gaan leren, op een matje. Maar deze is voorlopig deze eerste. Gaan we zo kijken. 5, 6, 7, 8. Ah, oh nee, niks aan de hand hoor. Gaan we door. Zo. Hoofd naar beneden. Ontspan. Geen verzet. Ontspan. Oké. 1. 2. Komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wauw, oké. Mooi hoor, tot 8. Ja. Andere been. Goeie flex. Wacht maar eventjes op muziekje. Kan je even bewegen. Goed zo. Gaan we dan. Rechts. Als, die hoeft niet gelijk jongens even te liggen dan, als het niet kan. Kijk, we hebben ook lichamelijke beperkingen. Iedereen met zijn lichaam. Als het tot daar gaat, of niet eens tot daar, ga maar. Dag jezelf uit. Ja, ik probeer sowieso wat mijn lichaam zegt, nou, doe ik nog steeds. Blijf ik lekker even soepel. Oké, komt het daar. Niet je verzetten, hè? Niet goed voor de nek. Dus ontspan. Blijft die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Op zijn Spaans, hè? Even in de stemming blijven. Goed. Mooi. Ja, dat jullie voelen. Dat gewoon even lekker gestrekt de benen zijn. Willen jullie alsjeblieft bij deze oefening niks gaan forceren. Het is lekker, dat heet de bol en holle rug. Lage stoeltje pakken. En hang maar. Hang maar eventjes voor. Niet overdreven naar voren. Maak je gewoon even het gevoel dat je gewoon met een bolle rug en dan even goed voor de rug, goed even bol en hol. Goed voor onze ruggengraten. Heel langzaam. Even goed. Niks forceren. Ja. In het moment dat we al een beetje warmpje zijn, dan kunnen we dat doen. Even weg van de stoel of voor de aanrecht. Even meer de armen voelen en dan ga je zo doen. Het is ook hard werken, jongens. Ja, maar we hebben gewoon tijd om te werken. Weet je, we zijn thuis. En laat maar een pauzetje tussen en ga naar jezelf werken. Mooi zo, dus goed. Ik zal eventjes laten zien dat ietsje meer kan. Benen, wat ik noem een elletje. Dat is goed en dat voelen jullie heel goed op jullie. Achter dus de hamstrings. Mooi. Oké, gaan we dan. Even relaxen. Mooi. We gaan een beetje rek-strek oefeningen doen nog steeds. En die gaat zoals volgt. Parallel. Pak maar goed jullie been. Laat maar gewoon even naar de plies, dus aan de squats wat we hebben gedaan. Voelen jullie ook de bovenspieren goed gewerkt. Nou, van die. Pak hem zo op jullie voet. Kijk eens even goed hoe het makkelijk kan. Stretch alsjeblieft, niet als een contortionist. Gewoon gaat het om de klein beetje omhoog. En gewoon tillen. Goed dat je een en weer kan.
Goed. En terug. En gaan we wisselen. Stoeltje die kant. Je kan het ook op de bar, dat maakt niet uit. Maar ik laat jullie zien dat je op de stoel, goed stabiele stoel natuurlijk. Ga maar dan. Eerste staan. Even goed laten voelen. Voel maar gewoon dat die spier is nu aan het werken. Oké? Okay? Gaan we. En wat ik zei, alsjeblieft, niks forceren. Klein beetje omhoog. Ja. Voor diegenen die meer durven en dat kunnen, ik zal het zeggen, probeer maar. Dat kan hoger. Natuurlijk kan dat altijd. We zijn al in ballet heel gewend om hoog te werken, maar hoeft niet van mij, hoeft niks. Probeer eens. De kleintjes eerste. Dat gaan we intensiveren. In de komende edities gaan we dat doen. Goed. Even schudden. We gaan eventjes wat drinken en dan gaan we een klein beetje al stoppen. Werken en stop. Wat is het belangrijkste hier? Reclame voor water? Nee joh. Tadaan. Tadaan. Water, drinken, belangrijk. Doen we eventjes. Zo meteen strekoefeningetjes. En dan is het half uurtje met de move met Mira zo voorbij. Dus jongens, drinken. Ja, mooi. Oh ja, dat was ik vergeten te zeggen. Ik had natuurlijk een idee. Sportscholen dicht. Allemaal gewrichtjes en allemaal dingetjes dat je kan eventueel daar gebruiken. Dat kan je nu niet. Maar ik dacht, 1,5 liter... Dat is geen koolzuur, anders ontploft hij zo na de open. Het is gewoon water van 1,5 liter. Gaan we jongens met die even afsluiten. Het is niet wat we denken van makkelijk is het niet. Want we gaan zo. En neem je gewoon mee. Maar het is zwaar. En nog zwaarder als je met één hand doet. Wow, ik voel dat hier. Dus jongens, rustig. Je begint maar gewoon zo. Kijk, dat is een lekker ritme. Klots, klots. En nog een lekker. Voelen jullie niet al in de Caribbean zo? Klots, klots van het water. En afsluiten jongens. Ik voel het al weg. Ja, half uurtje gaat zo voorbij. Dank jullie wel. Een hele grote, grote, grote knuffel in die tijden. Of misschien een dans. Reverence. En we zien elkaar. Ik hoop dat jullie gaan kijken. Volg de volgende Move met Mira via Mietvliet. Wij zitten in het danskantoor en dat is de www.dansandevliet.nl met Mira Moreno als jullie gastvrouw. Dank jullie wel. Tot volgende keer.